tickets kosten bijna niets. Maar hoe veilig vliegt u met Ryanair? Mayday, mayday, mayday. Goedenavond, piloten van Ryanair luiden in deze uitzending de noodklok. I hope thank God. By all means that it doesn't take a crash of one of our airplanes to wake everybody up. Een wake-up call van drie gezagvoerders en een first officer. Ze staan ons uit angst voor represailles anoniem te woord. Vier mannen die alarm slaan omdat, zeggen zij, uw veiligheid op het spel staat. Yes, I believe there is something going to happen if things don't change. We're constantly riding on the edge. It's really a profitable analyst. Winst tegen elke prijs, maar wat hen betreft is de grens bereikt. Ze worden, vertellen ze ons, onder druk gezet om risico's te nemen die ze niet langer kunnen verantwoorden. There is pressure put on crews to take as little fuel as possible to, in order to save money for the company. Does this influence your safety? Yes, it does. You could have fuel starvation. It's not where you need to be. Hun uitspraken zijn voor beroepsorganisaties nu aanleiding om op te roepen tot grensoverschrijdend onderzoek. Ik zou eigenlijk willen oproepen om daar tot op de bodem te gaan. En in Nederland, maar liefst ook op Europese terrein. Om hier heel goed uit te gaan zoeken wat daar speelt. De vraag is of Ryanair uit winstbejag Russisch roulette speelt met vliegtuigen vol passagiers. Dat is wachten op een keer dat een vliegtuig helemaal geen brandstof meer over heeft. We nemen u vanavond mee in de Boeings van Ryanair. Kijkt u naar deel 1 van Mayday Mayday. De verborgen praktijken van een prijsvechter. Bart Nijpels is de reporter. A very good morning from Schiphol Airport. We're going to celebrate here the inaugural flight. We zijn op de Limburgse luchthaven, want er is een feestje. So again, we are very happy today. We bespeuren een zeker enthousiasme bij de luchthavendirecteur. Want Ryanair opent hier vandaag zijn eerste Nederlandse vestiging. We're here today to celebrate the inaugural flight. It is our first base in Holland. It's the first base we're opening here in Nederland. En dan is er een toestel uit Dublin dat feestelijk wordt binnengehaald. Daar is volgens de betrokken partijen dan ook alle reden toe. We'll be transporting over 500,000 passengers here. Vliegtuigladingen vol toeristen belooft Ryanair naar Zuid-Limburg te brengen. Een economische impuls van formaat. Okay. En dus blijdschap alom. Are we ready? Are we happy? Ook op de kerstmarkt in Maastricht, waar Ryanair gratis tickets uitdeelt. So we start the countdown. One more minute and we have 200 free tickets. Waarom denk je dat die tickets van Ryanair, waarom die zo goedkoop zijn? Omdat... Nou, je krijgt geen eten en drinken natuurlijk, maar dat hoeft ook niet. Als je de stoelen iets dichter op elkaar zet, er kan iets meer in. Je hebt iets minder bagage wat je toestaat. Dan heb je iets minder brandstofkosten. Het is net al die Albert Heijn en de traiteuren. Hoe minder je krijgt, hoe minder het kost. En als je kiest voor het eenvoudigste, dan betaal je het minste. Waarom bezuinigen ze dan? Ik denk dat ze bezuinigen op personeel. Dat zou ik echt niet weten. Ik ga altijd met Ryanair naar Gran Canaria, dus. Oké. Okay. Dat is lekker goedkoop. Waarom bezwaren ze dan, denk je? Nou, ik hoop zeker niet op veiligheid. Ryanair vlucht 2054 is die avond om 8:50 met bijna 200 passagiers aan boord vertrokken vanaf Palma de Mallorca. Op weg naar Madrid. Well, the 26th of July, weather conditions were really bad at Madrid. It was a very stormy weather, which complicates very much the operation. It got too bad to make safe landings because one of stormy cloud got into the approach area, just in front of the runway, so traffic wouldn't be able to land safely, and he had to hold over Madrid skies. When the cloud got onto that position, we wouldn't be able to tell the pilots very accurately which expected time approach could they expect. You make an estimate and the pilot
in every aircraft has to decide if he sticks to the destination airport or he diverts to an alternative airport. In this case, what did the Ryanair captain decide? Did he decide to divert? Yeah, he decided to divert. Het toestel van Ryanair wijkt uit naar Valencia in het zuidoosten. Net als in korte tijd 11 andere vluchten. Het leidt tot spitsuur in de verkeerstoren. You have to tell all your colleagues that are controlling the sectors from between Madrid and Valencia that this traffic is changing his plan and that he is going to Valencia. It's a very high level workload for us controllers and of course also for the pilots. So normally what we would do is to guide the traffic towards Valencia. Vlucht 2054 nadert zonder problemen de luchthaven. Maar daar moet het zijn beurt afwachten. He was told to hold over Valencia because he was number fourth in approach. Valencia sectors were also very busy because another traffic had diverted before. So it was really crowded. En dan komt de Boeing 737 in de problemen. Mayday, mayday, mayday. So when Ryanair was close to the point when he should hold, he made mayday, mayday. He declared he was short of fuel, so he was cleared for a straight-in approach. De Boeing heeft te weinig brandstof om nog langer in de lucht te blijven. De vraag is hoe dat tekort is ontstaan. We leggen het voor aan vier piloten van Ryanair die ons anoniem te woord staan. There is pressure put on crews to take as little fuel as possible to, in order to save money for the company. Why is it? Profit, saving money. How do you save money when you take little fuel? For every weight extra carried, you burn more fuel. So the less weight you carry, you burn less fuel. The less fuel you burn, the less it costs. Simple. Om de kosten laag te houden, worden de Ryanair-piloten, vertellen ze, onder druk gezet om zo min mogelijk brandstof mee te nemen. Have you personally been in situations in which you felt this pressure to take less fuel than you actually wanted to? You feel it every day. Normaal dragen ze geen pet, maar vandaag wel. Hun stemmen moeten we vervormen. Alles om herkenning te voorkomen. Why is it that you don't want to be recognized? Because I'm afraid of losing my job. Yeah, I'm afraid of losing my job. For my goodness. Same here. We hebben in het voorbije half jaar een groot aantal van hun collega's gesproken. Geen van hen durft openlijk zijn verhaal te doen. Pilots, raise serious concerns are quickly punished or disciplined. Pilots in the past have got in trouble and lost their jobs for raising issues or pushing other colleagues to organize and stand up with them. De aanpak werkt, want bijna niemand doet zijn mond open. There is a fear culture deeply rooted in Ryanair. Definitely. Most definitely. Oud-gezagvoerder Ian Sumner staat ons te woord omdat hij zijn voormalige collega's een hart onder de riem wil steken. Hij werkte 7 jaar voor Ryanair en kent de angstcultuur. Bullying, intimidation, threats, harassment, all of those. Ryanair-baas O'Leary hangt, als de camera's draaien, graag de clown uit. Maar onder het personeel heeft de directeur een heel ander imago. It's an oppressive regime. It's a dictatorship, really. And at every level in the management structure, there's this pressure and aggressiveness. And it was definitely a fear. Toch zijn vier piloten bereid het stilzwijgen te verbreken. Ondanks de angst voor het management met aan het hoofd Michael O'Leary, die over eerdere anonieme klokkenluiders zei:
They're quoted anonymously because what they're telling you are lies. My response to him is that I'm here, I'm a pilot, and I'm not lying. And I would be very happy to prove it openly if this was a fair workplace where I could actually talk to the guy himself. You can't? No. What happens if you do? I've never tried, that's true, but I'm sure I would be singled out and I would be left in a corner. And they would find an excuse to let me go, because they don't even have to fire you. They just tell you that your services are no longer required. Omdat ze anoniem willen blijven, gaan de piloten op ons verzoek naar de notaris. Die stelt hun identiteit vast en het feit dat ze voor Ryanair werken. De comparanten verklaarden dat zij allen als piloot werkzaam zijn bij Ryanair. Die notariële verklaring kunt u in zijn geheel teruglezen op onze website. With all due respect, there is four of you here. There are more than 3,000 pilots within Ryanair. Do you represent them? No, but I think amongst us, with the years that we have here, I think there's a lot of experience with the company that we can have a very clear picture of what is going on within the company. The fear culture is there, and I think I represent at least this, the fear culture, because I'm here speaking anonymously. This is the situation, so I think I do represent the majority of people who are affected by this. If we do not stand up together, and then I mean everybody within the company, to join solid against the management, if we don't do that, nothing will change. And if nothing changes, the safety will slide down the hill. So what you're doing here is, in fact, an emergency call? Definitely. In your opinion, are they right to blow the whistle now? I think so, yes. Because otherwise, if this is allowed to continue, I wouldn't like to say what the consequences could be. We vliegen voor zo'n €40 naar Madrid, waar het in juli zo hard stormde dat er niet geland kon worden. Deze passagiers hebben, net als wij, hun ticket via internet gekocht, want dat is het goedkoopste. En dan maar hopen dat je handbagage hierin past, anders moet je bijbetalen. Mayday, mayday. Opnieuw na die avond in Spanje. Na de noodoproep van de Ryanair gezagvoerder staat iedereen op de luchthaven op scherp. When there is a mayday in the room or in the tower, everybody gets alert. Also the firemen and all the airport gets prepared if something bad occurs. Er zijn drie vliegtuigen die eigenlijk eerst moeten landen. Maar omdat de Ryanair Boeing een tekort aan brandstof heeft, grijpt de verkeersleiding in. It does mean that we have to give this traffic absolute priority to land. But what does it mean in terms of fuel? Well, in terms of fuel, it means that they are close to their legal established reserve of fuel. Als een gezagvoerder een mayday call geeft wegens een gebrek aan brandstof, wat is er dan feitelijk aan de hand? Op het moment dat hij die mayday call geeft, verwacht hij niet meer te kunnen landen met een half uur brandstof. Daar komt het op neer. Nico Voorbach is voorzitter van de European Cockpit Association. Zijn beroepsvereniging vertegenwoordigt bijna 40.000 verkeersvliegers door heel Europa. In de tijd die overblijft is Voorbach piloot bij de KLM. Zodra je verwacht dat dat half uur ergens in de gedrang komt, moet je roepen een emergency declare, dus een mayday roepen. Want de limiet is, als je aan de grond staat, moet er nog een half uur, voor een half uur vliegen, in je tank zitten. Ja. Who decides how much fuel there'll be in a plane? The commander. Oh, the captain. The captain? That's what the book says, the captain. Hoe doet hij dat? Hoe bepaalt hij dat? Er is een standaard hoeveelheid die je meeneemt. Dat is wettelijk bepaald. Dat is het absolute minimum. En dan bekijkt hij de vlucht, de route, of hij verwacht dat hij om moet vliegen vanwege onweersbuien, niet de rechte koers kan vliegen. Of dat hij vertraging verwacht op het vliegveld waar hij moet landen. En dan kan hij extra brandstof boven dat absolute minimum meenemen om toch die hele vlucht veilig te kunnen uitvoeren. So ultimately, he is responsible? Yes, by the box, yeah. As the captain signs the final fuel figure and decides the final figure,
Nou, als ik kijk naar de maatschappij waar ik vlieg, KLM, dan wordt er gevraagd aan je om rekening te houden met het feit dat het meer geld kost als je meer brandstof meeneemt. En dat je niet altijd extra neemt als het niet nodig is. Maar als het nodig is, dan staat het bedrijf gewoon achter je en neem je zoveel als je denkt dat nodig is. Van druk is geen sprake? Nee, daar is helemaal geen sprake. En die hoort er ook niet te zijn? Nee, want anders gaat de beslissing om brandstof mee te nemen niet alleen gebaseerd op veiligheid, maar gaan er andere dingen meespelen. Dat moet niet kunnen. There should be no pressure. A captain should feel his decision will always be supported by the company. And that's not the case. It shows a serious barrier in relationships between management and the company and the way the management are doing their business. It depends on, I'll say it, Michael O'Leary. I mean, his character is stamped throughout the management structure. And his style of management filters down to the lowest level of manager. So it comes from the top. People see the fact that the pressure laid on them by the company has influence on their career possibilities for later on. You get based elsewhere in another part of Europe, which brings stress. Just because you move abroad and maybe you want to be based elsewhere. And your goal is trying to be to get the base closer to home, which means that you need to comply with as much as possible in this company. It's wrong, but they get away with it because everyone has their own reason for complying. They're just coming up for a promotion, or they're worried about having their contract terminated, or they've applied for a base transfer. So there's always a reason for someone complying. People might being forced or threatened by what we talked earlier about the fear factor, not to take the extra bit of fuel that would be feeling comfortable with. Have you been in a situation like that? I've been in situations also like this. Main of the reason why we don't really have like a weather-related reason for taking extra fuel. And then I will start thinking, okay, how can I justify this? Meer brandstof betekent meer kosten. En omdat de angst regeert bij Ryanair, zijn piloten slecht bestand tegen de druk om minder te tanken dan ze zouden willen. Did you ever take less fuel than you wanted? Yes. You did? Yeah. And why did you? Driven by the policy, driven by the fear. If you're getting uncomfortable in the seat, because the amount of fuel on board, which is nothing more than a tank of time, is if you're feeling uncomfortable, you may make the wrong decisions. Fuel means time for us. Mm-hmm. I think more fuel means more time to think, and time to think is very valuable within the equation of safety, because if you have time to think, you're more prone to take better decisions than make decision under stress. Does this influence your safety? Yes, it does. Because you could make, in a split second, the wrong decision. So, does the decision to carry less fuel that you want have a direct influence on the safety? The answer is yes. The answer is yes. En de passagiers? Die hebben volgens de piloten geen idee van de werkelijkheid achter hun goedkope ticket. De meeste mensen denken dat ze voor die lage prijs betalen met wat minder comfort en service. Zelfs voor een vaste zitplaats moet je bijbetalen en dat doet bijna niemand. Ook niet op onze vlucht naar Madrid. Bijna alle stoelen zijn bezet. Het bedrijf doet goede zaken. Van kleine prijsvechter uitgegroeid tot de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Ryanair maakte vorig jaar een winst van 560 miljoen. We vertrekken keurig op tijd vanaf Charleroi voor een vlucht van zo'n 2,5 uur naar Spanje. Hopelijk heeft deze gezagvoerder zich niet onder druk laten zetten en genoeg kerosine getankt. De situatie wordt nijpend. De hoeveelheid brandstof die het Ryanair-toestel nog over heeft, nadert een kritieke grens.
De verkeersleiding wil het toestel voorrang geven, maar dat is minder simpel dan het klinkt. Want met nog 11 uitgeweken toestellen in de lucht is het druk boven Valencia. The only option you have is to improvise. It's one of the mayday situations for air traffic controllers, of course, also for pilots are one of the most critical situation. And what you have to do is in a very short period of time, you have to make decisions. Take apart some aircraft that were going to land, tell to hold longer, and give the traffic, which has a problem, the most direct route towards the runway. Andere vliegtuigen worden in de wacht gezet. De Ryanair captain zet zijn toestel, blijkt uit dit verslag van de Spaanse verkeersleiding, om 10:57 veilig aan de grond. Een maand later. Ryanair-baas O'Leary geeft in Madrid een persconferentie. Niet de hele bijeenkomst is op video opgenomen, maar gelukkig vinden we ook een geluidsopname met zijn visie op het incident in Valencia. This plane landed with more than 1,000 kilos of fuel, equivalent to a flight time of 28 minutes. Sowieso wettelijk te weinig. The public should know that those minutes, those times that have been mentioned in the conference are based on a number. Based on theory. Hij komt heel erg dicht bij een gevaarlijke situatie. In practice, we all know very well that those numbers are much less if something goes wrong, like he said, if we have to go around for any reason. Vandaar dat men de 30 minuten aangehouden heeft, zodat je een ruime marge hebt richting niets meer. Maar er kan dus echt niets meer fout gaan. For us pilots up there, it's not as cool as it made it look. You know, it's an emergency. Not a dangerous maneuver. This was the maneuver that is set down by the European safety authorities for every pilot flying an airplane over Europe who thinks he may be in danger of landing with less than 30 minutes of fuel. Our pilots followed that safety procedure. One of the things we were a little bit upset with O'Leary is that he tried to sell that this was kind of normal operation. And this was not normal. This was a very a potential dangerous situation. We vliegen naar Madrid. De bestemming die in juli door een storm onbereikbaar werd, waardoor Ryanair uit moest wijken naar Valencia. En in de problemen kwam. Met de verhalen van de piloten in ons achterhoofd. There is pressure put on crews to take as little fuel as possible. Zijn we er toch niet helemaal gerust op? Het cabinepersoneel heeft het intussen vooral druk met de verkoop: van kranten, krasloten, eten, drinken en kalenders. Met Ryanair-stewardessen. Onze Ryanair-Boeing landt zonder problemen. Op Spaanse bodem. Die donderdagavond in Valencia. De Ryanair Boeing staat nog niet aan de grond als zich een nieuw probleem aandient. Second traffic, declare emergency as well, but not because of fuel shortage, but because of an engine failure. And now this is also a very serious emergency. The air traffic controller had to give him priority as well. Het gaat om een passagierstoestel van de Chileense maatschappij LAN. Een van de motoren van het vliegtuig is uitgevallen. Noodsituatie nummer 2. En daar blijft het niet bij. Opnieuw een noodoproep. Reden een tekort aan brandstof. En weer gaat het om een passagiersvliegtuig van Ryanair. En het is niet de laatste die avond. Mayday. Descending 130, fuel emergency in Bangalore. Voor de derde keer binnen een kwartier meldt zich een toestel van Ryanair met een noodoproep. En de oorzaak is steeds dezelfde. Een tekort aan brandstof. How long do you work? I've been air traffic controller for 10 years.
How often did you experience such a mayday? I have been asked for priority several times, no, but, I mean, but never fuel mayday, never in 10 years. Drie Ryanair-toestellen, samen meer dan 550 passagiers aan boord, die op één avond een noodlanding moeten maken wegens brandstofgebrek. Directeur O'Leary geeft in september een tweede persconferentie. Ook deze keer blijft hij, alsof het een mantra betreft, vooral wijzen op de procedures. All three crew correctly declared an emergency procedure in accordance with EU operations procedures. No, this is not. Of course, everything followed the procedures because everything in aviation follows procedures. But we cannot forget that they were emergency procedures, and emergency procedures don't occur normally. I do accept that three fuel emergencies in one day for Ryanair is a very unusual event. It has never happened in our 28-year history before. O'Leary will always say we have an unblemished safety record for 20 years. However, that doesn't show the full picture, and stats can often hide the reality. And the reality is there has been many incidents over the years which were very close to becoming the statistics that O'Leary does not want the public to see. En die statistieken kwamen op die 26e juli in Valencia dichterbij dan we tot nu toe weten. Dat blijkt als we de gebeurtenissen van die avond reconstrueren. Kort na 11 uur staat er dus één Ryanair-toestel dat met te weinig brandstof is geland op de landingsbaan. De situatie in de lucht is dan als volgt. Een Chile was coming above a second Ryanair. Like this, and when the land Chile declares emergency, we had to give him priority across the second Ryanair. And after the land Chile declared emergency, this Ryanair declared emergency as well. And then the third Ryanair. Het toestel van land Chile zet met één uitgevallen motor als eerste de landing in. De twee Boeings van Ryanair willen, vanwege hun tekort aan brandstof, ook snel landen. Ze bevinden zich vlak achter het Chileense toestel. En het vliegveldje in Valencia heeft maar één landingsbaan. Just imagine that the land Chile with an engine failure wouldn't be able to vacate the runway. So we would have had two traffic with short of fuel in the sky over Valencia and no runway to land. I would be praying that the aircraft vacates the runway so I can land, because I do not want to go around in that situation. Hoeveel gebruikt een toestel als het een doorstart moet maken? Ja, dan is de weerstand van het vliegtuig een stuk groter, omdat de landingsgestel naar beneden hangt, de landingsflappen naar beneden hangen. Dus dan gebruik je toch gauw een 3, 4 keer of 5 keer meer dan normaal rondcirkelen. Beetje vergelijkbaar met een auto die je optrekt? Ja, met gierende banden, want je gaat met vol vermogen in één keer naar boven. You are not going to have very much time left. By the time you come back to land, you will be within 5 or 10 minutes fuel. Dan kom je heel erg dicht bij een lege tank. Dan zit er misschien nog wat in, maar niet veel. Dan moet er niks meer tegen zitten. Nee, dat moet er helemaal niet zijn. You could have fuel starvation. It's not where you need to be. Je komt in de buurt van een rampscenario. Ryanair-baas O'Leary rept, ook tijdens zijn tweede persconferentie in Madrid, met geen woord over een dergelijk scenario. Hij citeert vooral uit deze rapportage van de Ierse luchtvaartautoriteiten. It confirms that all three Ryanair aircraft took extra fuel on the 26th of July because of the weather conditions at Madrid. O'Leary stelt dat het een gedegen onderzoek is. Het rapport bedraagt maar 5 pagina's. En de Ierse luchtvaartautoriteit die het opstelde, meldt ons dat het stuk was not meant to be published. Wat vindt u ervan dat Ryanair-baas O'Leary zich vooral op dit rapport beroept? Ja, ik denk dat dat heel prematuur is. Ik denk dat het altijd een heel goed thema is wat wij in de luchtvaart altijd zeggen. We wachten eerst het goede, uitgebreide onderzoek af voordat we conclusies trekken. En dat heeft helemaal geen zin om dat voorbarig te doen. Evert van Zwol is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers en gezagvoerder bij de KLM. Hij verbaast zich over de uitlatingen van Ryanair-baas O'Leary.
Want uiteindelijk willen we toch ook van dit soort dingen, ook als luchtvaartmaatschappij, zou je daar iets van willen leren. En om eigenlijk nu al te zeggen van wij hebben alles goed gedaan, ons valt niets te verwijten, dat vind ik prematuur. What happened that night? Yes. Is it fully investigated? No, I don't think so. Why not? I don't think so. Well, in my experience here, I don't think so. Everything that happened that night is fully clear to you? Not really, no. The IAEA report, for instance, is really, really, is not very accurate. It has a lot of data that is just not true. De Ierse onderzoekers willen ons niet vertellen of ze de objectieve gegevens uit de toestellen, zoals de zogenoemde Flight Data Recorder, hebben ingezien. Als ze dat niet hebben gedaan, wat zegt dat dan over de kwaliteit van zo'n onderzoek? Nou, dat zegt dat de kwaliteit van het onderzoek, denk ik, en zeker omdat het, zoals in dit geval, met 3 vliegtuigen tegelijk is gebeurd, lijkt me echt aanleiding om een goed en gedegen onderzoek te doen. En als dat niet gebeurd is, dan geeft dat wel te denken. En wat ook te denken geeft, is dit stuk. Het is van de Spaanse verkeersleiding. Het beschrijft de gebeurtenissen van die avond in Valencia. En het verslag geeft ook een oordeel over de kwaliteit van het Ierse IAA-rapport. Gezien de onnauwkeurigheden in het IAA-rapport kan met enige zekerheid worden gesteld dat er bij het opstellen ervan is afgegaan op de waarnemingen en of het geheugen van de bij de noodgevallen betrokken piloten en de belangen van hun management. En er niet is uitgegaan van een objectief onderzoek. En zo blijven er volop vraagtekens over de omstandigheden rond de noodlandingen in Valencia. De piloten die ons te woord staan leggen een rechtstreeks verband tussen de gebeurtenissen in Spanje en het brandstofbeleid van hun werkgever Ryanair. We are always riding the edge, on the edge of the regulation. We are legal, yes, but we're constantly riding on the edge. And this is multiplied by 4 flights per day, 5 days in a row. Deze uitspraken in uw uitzending, die zijn shocking. I hope in God. By all means, that it doesn't take a crash on one of our airplanes to wake everybody up. Als ik de verhalen hoor van de Ryanair-piloten, hoeveel druk er op de vliegers gelegd wordt om zo min mogelijk brandstof mee te nemen, dan is dat onveilig. De veiligheid is bij ons zo ongelooflijk belangrijk. En ook de mogelijkheid als vliegers om daar zelf je beslissingen over te kunnen nemen. Dat als dat kennelijk onder druk staat, dat zeggen deze mensen in ieder geval, als dat onder druk staat, dan is er echt een heel groot probleem aan de hand. Dat is wachten op een keer dat een vliegtuig helemaal geen brandstof meer over heeft. And there's something wrong when commanders have to come on television to tell you they feel pressure for final fuel figures. I don't think members of the public would like to know that their commander is taking off without fuel that they're comfortable with. Agree. Totally agree. Absolutely. Nou, als dit zo is zoals wij zien vanuit de verklaringen van de Ryanair-piloten, is dat onveilig, zowel voor de Europese passagiers, Europese crews, maar alle luchthavens liggen rond gebieden, dus ook voor de mensen op de grond. Kan dat gevaar opbrengen? En dat is de eerste prioriteit van de Europese Commissie, veiligheid van zijn burgers. Ik zou eigenlijk willen oproepen om daar tot op de bodem te gaan. En in Nederland, maar liefst ook op Europees terrein. Om hier heel goed uit te gaan zoeken wat daar speelt. Natuurlijk hebben we Ryanair om commentaar gevraagd. Maar het bedrijf wilde niet voor onze camera reageren. De mailwisseling daarover treft u op onze website. We kregen op al onze vragen uiteindelijk 1 antwoord. De Ierse luchtvaartautoriteiten bevestigen dat de veiligheid van Ryanair gelijkwaardig is aan de veiligste luchtvaartmaatschappijen van Europa. If I take off out of my base and seconds after taking off, I get a message on my computer that I don't have enough fuel on arrival. If that happens already on takeoff out of my base, then I start to wonder, hey, something must be wrong here. Mm-hmm. Did that happen to you? It happened last week. Kijk volgende week donderdag naar deel 2 van Mayday, Mayday.